Hey, maar vertel, de grap. Wat heb je bedacht? Ja, ik speel altijd met vrienden in de band. Maar mijn beste vriend, waar ik al heel lang ook mee speel, Stefan, de toetsenist. Ja, ja. Ja, die wil ik heel graag een keer in de maling nemen. Hij is half Grieks. Af en toe kan hij een heel kort lontje hebben. Maar hij heeft vooral system overload, heel snel. En dan ziet hij niets meer om zich heen. En daar kunnen we natuurlijk heerlijk gebruik van maken. Dus eigenlijk, we hebben elk theaterprogramma in een soundcheck. Hè? Dan oefenen we even hoe het geluid is. Dan komt er iemand die vaak ook komt repeteren, omdat er elke zo iemand meezingt. Okay. En nu hebben we dus iemand gevonden die komt meezingen. Met een behoorlijk grote voorgevel. Want daar houdt hij heel erg van. Altijd als er iemand door de jaren heen op de eerste rij zit nogal een flink bos hout voor de deur, dan zegt hij Tuitermansson! En dan roept hij naar me. En dan, daar, en dan ik heb er in het bijzonder niet heel veel mee. Dus, maar ik weet dat hij dan al afgeleid is. En dan gaat hij niet meer merken dat het een grap is. Dus dat is een beetje het begin van een grap. Ja, we maken er iets tops van. Ja, we gaan ervoor. Ja, dat gaat lukken, weet je zeker. Ja, ik wacht op totdat die ene er is. Sander en zijn muzikanten zijn in spannende afwachting van Cindy, die vandaag een lied voor toetsenist Stefan komt zingen in de show. Alleen, hij weet nog van niks. Hey, hallo. Hoi. Hey. Hoi. Hoi. Sander. Ik heb hier een mic. Ja, sorry, we hebben een beetje haast. Oh, want, ja. Want, ja, nou, de informatie van Sander klopt. Oh nee, dat is prima. Is oké? Okay? Ja, ja? Okay. Ja, ik heb een hele mooie brief gekregen van jou. Je wil het speciaal voor iemand spelen. Maar het heet Wijze Rozen aus Autheen. Het is toch van Nana Mouskouri? Ja, 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 dus je kent het. Ja, Wijze Rozen. Ja. Maar ja, ik weet niet precies, ik weet het. Wijze rozen van Wijze rozen aus Autheen. Ja, okay. Mag ik even, sorry hoor. Ik heb ook een heel leuk Grieks outfitje wat erbij past. Heb ik een reden voor. Mag ik even? Alsjeblieft. Ja, en echt super heel leuk. Ja, ja, nou ja, trek dan maar serieus, aan. Even heel snel. Ja? Oké. Okay. Eén momentje. Is goed. Ze doet er alles aan om Stefan te imponeren. Zelfs een Griekse outfit komt uit de kast. Maar, ja, maar zij heeft een brief voor jou geschreven, hè? Ik ken haar volgens mij. Ja, volgens mij is dat zo'n. Zij was vroeger bij Volumia ook wel, maar zij heeft van die straatverboden gehad ook voor artiesten. Ze gaat elke keer van de ene naar de andere artiest. En ik kan me herinneren dat ze, volgens mij heeft zij ook een keer met HP uit Volumia. Ze heeft een grote geschrift voor jou geschreven. Ja, Stefan, ze heeft voor jou geschreven. Sander toont het bewijs. Ik heb namelijk al jaren een oogje op je toetsen. Hij doet altijd zo leuk op het podium. Ik las dat hij half Grieks is. Ik heb hem nog niet. Waar is de roos van? En luister, weet je wat we moeten doen? Want we kunnen hier heel hard. Nee, maar luister nou even. Rick komt ze terug, maar ga even staan, want dat ze niet lijp wordt. Het is echt een lijper. Hou je even. Oh! Wow. Daar komt Cindy. Of Nana. Zo. Even mijn teksten mee pakken. Ja. Kijk hoor. Komt helemaal goed. Blijft hangen of niet? Oh, sorry, nog een keer. De dag vannacht, die zon. Sorry, ik moet even opwarmen. Sorry hoor. Ik ben ook een beetje vals begonnen, merkte ik. Vals? Ja, daar is Stefan nog niet op gevallen. Maar je moet gewoon even rustig doen. Oh, trouwens, ik heb hem ook in de Nederlands tekst. Speciaal. Even kijken hoor. Ik heb nu de Duitse. Oh, ja, dat is verkeerd. Ik moet de Nederlandse. Nee, die heb ik ook niet bij me. Die heb ik in mijn rugzak. Wacht heel even, één momentje. En dan heeft Sander nu de kans om van haar af te komen. Nee, dit is, ik weet. Ja, maar kan jij niet even tegen te zeggen dat ik. Dat het vanavond gewoon niet kan, dat dit niet kan, dat we het niet redden. Gewoon. Dat ze misschien een andere keer mag komen, maar niet nu. Omdat we het niet redden, het is te laat, het is niet goed. Kijk, jij kan het beter dan ik. Ja, Stefan. Cindy. Nu moet jij haar gaan teleurstellen. Ik moet zo een interview doen, dus ik heb eigenlijk niet zoveel tijd meer. Ik moet al bijna, of niet? Ja, ik kom eraan. Ik moet gaan, want okay. Stef,
Stef, doe jij het even of niet? Ja. Oké, maar mag ik nog één coupletje doen in het Nederlands, hè? Ja. Kut. Ja, ik kom, okay. Ik kom, dan maar, Tom. Ja. Dan zing ik het echt voor jou nu. Met gevoel. De dag. Ik kan jou niets verbieden. En weer zeg jij geen afscheid voor ons twee. Er vaart een schip met gouden regenbogen. Het zijn de goden van jouw mooi Athene. En dan misschien een Mariah Carey stukje. Hoe vind je het nu? Een beetje zo tot nu toe? Ja, ja? Het is wel oké. Hij is zo in de war dat hij niks durft te zeggen. Oké. We hebben hem doorgenomen. I don't know, man. Maar is het goed of niet? Ja, is het muzikaal? Okay, ja. Is het muzikaal top? Ja, dat gaat goed. Ja, ik vind het lekker klinken, het gaat goed. Ja, ik vind het perfect. Ja, ik vind het mooi. Ja. Ja. Ik vind het echt bananensplit waardig. Ja, ik vind dat het goed. Wijs de roze aan, saté. Nou. Hier zit een bananensplit, jongens. Ja, dat klinkt wel goed. Ik denk, ja, weet ik zo, wat moet ik dan zeggen? Ik heb zo hard gelachen. Hij klapte helemaal dicht. Ik heb hem nog nooit zo stil gezien. En ik moest zo hard lachen achter de scherm. Wij stonden samen natuurlijk door die gordijnen. Het was fantastisch. Ik heb zelden een pianist zo stil gezien. Nee, maar hij is namelijk altijd super kritisch. En hij zegt altijd, ik vind het helemaal niks. En ik zei nog tegen hem van, het moet niet doorgaan vanavond. En hij keek me aan en hij zei zo van ja. En ik kwam terug en hij zegt, nee, het klonk best goed. Hey Sander, ik vond het fantastisch. Oh, dankjewel. Onvergeten. Voor je medewerking. Ja, heel graag gedaan. En wij zijn natuurlijk volgende week weer. Dus allemaal weer kijken naar Bananensplit. Tot dan.